kunnen... Hey, Daan. Een beetje respect voor mijn sneeuwballetjes, hè? Ik hoop sorry. Hey, hallo mensen. Welkom bij deze livestream. Fantastisch en leuk dat jullie allemaal kijken. Misschien wel een beetje onverwachts, want ik had eigenlijk niks aangekondigd. Maar als je op de website www.droomkracht.nl had gezien, dan zag je in het schema dat er vandaag een livestream is. En datzelfde geldt voor 22 december, één dag voor mijn verjaardag. Leuk misschien om te weten. En nou ja, we gaan hier wel beginnen, want ik heb er zin in. Want vandaag is er iets speciaals, maar er is nog niet bepaald uitgelegd aan mij wat het is. En Daan, jij zag iets opvallends, geloof ik, hè? Ja. Ja. Wat staan hier verderop? Er stond een cadeautje. Een cadeautje? En, ja. Staat daar toevallig ook op voor wie dat cadeautje is? Ja, er staat op voor Da Vinci of zo. Wie is dat? Ja, dat weet ik niet, maar... Oké, nou dan ga ik even snel kijken, want ik ben erg benieuwd. Nou, welkom mensen ook in de chat natuurlijk van deze livestream. Ik zie dat Sharon er weer is om Rayon en ook Olivier is er ook om even de chat te modereren. En is dit hem? Ja. Oeh. Ja, dit is geen Da Vinci-stijl, hè? Dit is misschien is dit wel een andere Vincent, hè? Dat kan natuurlijk. Oeh. Ja. Misschien is dat voor hem. Ik ben trouwens niet alleen. Ik ben niet alleen met Daan. Ik ben ook met Pascal. Hier staat hij. Ja, goedemiddag. Je bent nou eigenlijk een beetje een sneeuwhondje. Of nee, je ziet zulke hondjes, zo'n pugs. En die hebben dan zo'n soort van wijn op zo'n veldflesje om de nek, hè? Oké, ja. Ken je die, ja? En we hebben ook nog even... Jason? Ja? Ben je nou weer in de sneeuw aan het spelen? Ja. Wacht, ik heb hier een... Ik ga je nog even bekogelen hier zo. Hoppakee. Maar mag ik dit cadeautje gewoon uitpakken? Is dat goed? Ja, tuurlijk. Ja, ja? Oké. Okay, nou, ik open eerst de strik, hè, zo. Hoppakee. Nou, gaat die open? Oh, het is met de hand. Oké, ik doe het met de hand. Heel voorzichtig zo. Hé, hey, er staat iets in, geloof ik. Een sign. Ik ga het even heel voorzichtig slopen. Er zijn allemaal bezoekers hier ook rond aan het vliegen. En ik zie wat erop staat. Wat staat er op het signetje? Even kijken. Verrassing naar links. Oh. Oeh, en weet je welke kant dat op is? Rechts. Ja, dat is deze kant op. Kijk rechts. Zo. Ja, we gaan daar naartoe. Zullen wij die kant op gaan? Weet je, ik weet waarschijnlijk wat de verrassing is. Het is natuurlijk niet netjes om al gewoon net te zeggen natuurlijk. Maar ik gok het, want ik weet het nog niet. Ik denk dat dit te maken heeft met de nieuwe studio's. Oh. Ja, want de studio's waren nog... Ja, die studio's waren nog niet geopend natuurlijk. Ik heb niet het gevoel... Nou ja, volgens mij is dit het gewoon hoor. De nieuwe studio's. Verrassing. Oh. Wacht, jongens, een bordje. Verrassing, geen studio's. Oh. Dat is jammer. Dit is weer een beetje een teleurstelling, vind je niet? Ik heb wel koude voetjes, hoor. Bijna de hele dag. Heb je geen sokken aan? Ja, ik heb sokken. Ja, van die kerstsokken ook. Van die hele warme fluff sokjes. Maar nee, het wil niet helpen, zeg maar. Verwarming gewoon vol open. Maar wacht even. Ik zie wel dat er met de studio's dat hek weg is. En we kunnen verder lopen nu. Maar er stond op die bordjes dat het niet ging om de studio's. Maar, Maar is het niet gewoon dat het alle twee is? Dat de studio's wel open zijn, maar... Ja, dat kan ook, ja. Toch ook nog iets anders? Ik zie wel hier, wat schattig, de NPC's zijn niet ingeladen. Oh ja, daar komen ze, kijk. Ik zie Mickey, ik zie Donald, ik zie Grovy, Minnie en Pluto. Super schattig, staan hier op het podium. Cute, hè? Zeker. Jason, wat heb jij een mooie kerstmuts. Ja, dankjewel. Ja. Weet je wat, misschien krijgen wij een optreden. Dat kan ook. Oh goed. Toch? Daan, ga jij voor ons optreden? Zullen we dat zingen? Nou... Kerstliedje. Kerstliedje zingen, doe het maar. Zing maar een liedje voor ons. Wat is er, Erik? Wat is er? Je bent aan het poken, jongen. Wat is er aan de hand? Wacht, ik zie een bordje. Verrassing achter dit podium. Oh. Ik ga kijken. Ik ga zeker achter kijken. Het podium? Achter het podium. En we komen hier bij een... maar dit is verboden toegang. Ik ga daar niet zomaar naar binnen. Er staan niet voor niets bordjes met verboden toegang. Ik wel. Daan. Daan, wat zie je? Wat is er? Ik zie een trap. Is dat een trap? Kistjes? Ja. En twee deuren. Twee deuren? Dat is heel apart. Kijk eens hier. Wat is er aan de hand? Wat staat hier op de... Waar moet ik kijken? Hier, bij die computer. Minigame Toontown.exe. Oh. Oeh. Zou dit de hint zijn? Ik weet niet of we daar... Ik wil eigenlijk niet door tegen de deur. Kan je even kijken wat er is? Wat is daar? Niks bijzonders. Dit is een soort technische ruimte of zo. Is er een ruimte? Oh nee, daar heb ik geen verstand van. Ik wil liever niet mengen met technische ruimte. We kunnen hier ook die trap door in. En wat zien we hier dan? Hoppakee. Oh, daar komen we op het podium. Dit is allemaal voor de technici.
Ik heb liever een wc. Lampjes. Jongens, ik sta voor het eerst in de spotlights. Kijk eens even. Zie ik er goed uit? Kijk, daar is hij. Ja. Oh, Bram, ja, hoor. Je kerstmannen pakt zich goed. Jason, wat is er gebeurd? Ja. Ik ben een lamp nu. Je hebt een spothoofd. Ja, Jason heeft een ideetje gekregen. Hij lijkt op die Pixar-bol. Oh ja. Ja, dan moet je zomaar... Maar zullen wij naar Toontown lopen? Ja. Ik spring gewoon even over die barierblokken. Barierblokken heet het. Hey Erik, wat ben je allemaal aan het doen, Erik? Volgens mij heeft Erik... Ja, Erik heeft er zin in. Die zit al heel de tijd mee te poken en te springen. Hij heeft er zin in, hoor. Dus. En Erik is enthousiast. Daar staat Coolio Boy voor het bord. Welkom in Toontown. Oh, Toontown is nu ook geopend. Dat is leuk. Oeh. En ik zie daar allemaal mensen staan. Wat is hier aan de hand? Is hier soms de verrassing? Ik denk het wel. Sneeuwgevecht. Welkom bij het sneeuwgevecht. De bedoeling is dat je... Ik boven, sorry. De bedoeling is... Zullen we doen alsof het niet gebeurd is? Nee, we doen alsof dit hoort gewoon. Hè? Het bord is nu verstopt in de itemframe. Kijk, daar komt hij al. Kijk. Dat je zoveel mogelijk mensen afgooit door een sneeuwbal op iemand te gooien. Maar om de 5 minuten wordt het spel opnieuw gestart. Als je het spel eerder wil verlaten, typ dan /leave. 50% van de topspelers krijgt 1 punt. Ja, dus stel je speelt met 10 personen, dan heb je de top 5. Die krijgen allemaal een troostprijsje. Ja? Maar als je met 8 personen speelt, dan 4. Maar als je met 5 speelt, hoeveel krijg je dan? Want dan 50% van 5... 2. Ja, 2 dan heb je 2,5. Okay. Maar ja, dat wordt dus afgerond naar 2 in dit geval. Oh, oké, prima. Nou, hartstikke leuk. En wat kunnen we met al die kerstpunten? Met die kerstpunten, de 20ste gaat op het eventterrein gaat een winterrad open. Wat heel erg leuk is. Ja. En wat je bij dat winterrad kan doen, is met je kerstpunten, die je dus verdient met sneeuwbalgevechten. Ja. Kun je dus een winterrad kopen. Nou, dat winterrad gaat draaien en daar kun je allemaal leuke prijzen uit winnen. Oké, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Prijzen. Oh, dat is wel gaaf, ja. Oké, nou dat gaan we doen. We hebben trouwens meer dan 100 kijkers. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn hier op deze zondag. Er komen dus 3 verschillende mappen, waaronder eentje in de Ratatouille-attractie. Dus dat heb je gezien met de Droomkraft-video natuurlijk, met de vaste serie. Van er komt in de Ratatouille, je hoeft niet in de attractie te zitten, je kan gewoon lekker gaan spelen. En die is echt wel een van mijn favoriete mappen, maar deze heb ik nog nooit gespeeld. Jullie wel, om te testen. Ik ben benieuwd, ik ben gespannen. Is het gelijk al schieten? Ja. Gelijk al, oké. Oh, we gaan hem gelijk los. Jammer dit. Jason. Ik zie er achter iemand. Het is een grote map, hè? Let's want go! Met hij is vrij groot, ja. Ja. Maar is een grote dat is alleen map. Maar goed, want je kan was, met 10 mensen klein, spelen. Hè? We hebben echt zeg maar een uur van tevoren besloten om zeg maar de map groter te maken. Ja omdat hij dus met z'n vieren al eigenlijk te klein was. Wat was dit? Daar ging jij, dat was ik. Hey Vincent. Jammer dit. Hebben we nou elkaar geschoten? Nee, want ik leef nog. Oké, ik leef niet meer voor jou. Jongens, we zitten nu niet met 10 personen, iets minder. Ja, we moeten daar wel meer, hè? Ja, dus dat gooien we gewoon een poortje open en dan die snelst kan klikken. Ja, ik had je in je rug. En gaan de punten nou... Ik heb 2 punten al totaal, dat is mooi. Je ziet het boven mijn toolbar eigenlijk. Ja, ik heb 6 al. Oh, ik zie Jason achter je. Nee, kom maar. Ja, oeh, 3 puntjes. Goed. Want wat is de maximale punten die je kan halen? Oké, doei. Die zat hier gewoon te spanken. Nou ja, de maximale punten is hoeveel je zelf kan halen. Oké, Jason, ik loop er achter jou. Ja. Hier is daar. Oh, hier. Ik heb eigenlijk mensen gezien. Ik heb er 6. Vincent, want voor je loopt niet daar. Nee! Ik heb 7. Ik moet er om me heen kijken. En nu spelen we nog maar met 4 mensen, geloof ik. Nee, weet niet hoeveel mensen zijn we? 6. Oké. Nou, inderdaad, het is een hele grote map. Hey. Oh, jammer dit. Jij moet wijn uitdelen als hond. Je kan niet zo met mij gaan... Jammer dit. Jason, jammer dit. Hey, jammer, dat was ik. Nee, was jij dat weer? Hey, Jason. Jammer dit, 7 puntjes. Hoeveel punten hebben jullie dan? Hey, oké, doei. Oké, doei. Nee. Waar zijn jullie? Het gegil gaat beginnen, dames en heren. Vergeet niet om je headset een beetje zachter te stoppen. Te zetten. Iemand killde me. Oh, jammer dit. Wie zit mij ook hier te killen zonder eventjes te melden van Vincent? Ik denk wel een misschien wel een bezoeker. Ja. Hey, Oké, doei. Zit ook mensen te vliegen? Hey. Oh, Joet. Ja, oh, hallo, oh, ja, oh. Ja, doei. Oké, doei, Jason. Ja, weer. Jezus. Sorry.
Hallo, waar zijn jullie? Ben je nou verstopt in die huisjes van Toontown? Yes, okay, ik doei, had Pascal, denk ik. Ik had hem niet. Je hebt mij Pascal. Ja. Ik heb hem wel voor je. Jammer dit. Ik zat op de kassa. Nee, kom op. Kom op. Oh, dat was een spannend gevecht, maar niemand heeft punten. Dat is heel raar. Als je elkaar afgooit... Vincent. Oh, yes, 12 punten. Nee, hey, Jason, ik heb jou. Hoeveel hebben jullie nu? Hold on. Ik heb er 11. Ik heb er 12. Dan was ik Vincent. Jammer dit. Dat was ik. En ik kilde jou er nog achteraan. Oh, ik blijf met een puntje bij juist. Ik probeer de bezoekers te raken, maar dat kan niet aan de buitenkant. Extra puntjes. Ja, die staan, die doen niet mee. Oh, jammer dit. Ja, en hoe lang duurt een potje dan? Een potje duurt 5 minuutjes. 5 minuten, oké. Okay. Ja. En je kan dit om de perk spelen. Om de 5 minuten kun je cashpunten halen dus. Eigenlijk wel. En dan hebben we ook nog 3 mappen uiteindelijk. Nu is er nog maar eentje open. Yeah. Maar uiteindelijk met 3 mappen, dan heb je dus 3 mappen om elke 5 minuten... Potje in te spelen. En misschien, dat is wel een misschientje, want we hebben het nog niet gepland, maar misschien is het wel een leuk idee om ook nog eens een 4e map te maken. Oh, als jullie het leuk vinden om te maken. Het zou zo kunnen, ja. Als jullie zoiets hebben van, nou, wij vinden 3 nog eigenlijk te weinig, dan gaan we heus nog wel een extra mapje voor jullie bouwen, absoluut. En het zijn natuurlijk eigenlijk gewoon bestaande plekken in de server. Alleen hebben ze wel een beetje omgetoverd dat je een beetje meer kan schuilen en dat er ook wat sneeuwlaagjes liggen en winkeltjes waar je in kan schuilen. Hoeveel punten heb ik al? Ik weet het niet. Ik heb een 19. Als je een kill maakt, staat het erbij. Oké, maar die maakt 18. Ik maak die niet inderdaad. 19 heb ik er nu. Hey, Daan. Een beetje respect voor mijn sneeuwballetjes, hè? Weet ik niet hoor. Hey, wie is dit? Ja, op. Oh, 19. Nee. Ik heb 19 punten. Oh, ik ook. Echt waar? Dan 20. Doen we het toch helemaal niet zo slecht, joh. Ik heb er 20. Oké. En we gaan dadelijk trouwens ook nog even wat interactiefs doen. We gaan namelijk in de livestream, dus ben je nu ook aan het kijken, gaan we een quiz doen. En dat zijn 5 leuke vraagjes. En de volgende stream gaan we sowieso meerdere vraagjes doen, maar op een hele andere manier. Dus dat is een beetje de verrassing die ik nog achterwege wil laten. Dus hopelijk zijn jullie ook bij de volgende livestream aanwezig. En dat is dus 22 december. Pascal, kijk eens achter je. Nee. Ja, 20. De waakhond is geraakt door een sneeuwbal van Vincent. Dan. Het einde komt nog bij, jongens. Dus nog sneeuwpunten. Oké, okay, er lopen ook mensen 30, te vliegen over de map. 30 seconden hebben. Ik heb nu... Oh, ik zag Pascal. Achter je. Die zit Nee. Oh, jammer dit. Oh, dat was heel erg jammer. Ik heb hem voor je gekild, hè? Ja? Nee hoor, ik had hem. Oh, oké, okay. Er is iemand heel enthousiast aan het Vincent reageren. Ja, jammer. Even een puntje. Hoeveel seconden hebben we nog? Staat dat in de chat ook hoe we gaat aftellen? Of ja, is gewoon... net hadden we nog 30. 10 seconden, nee, jongens. 10 seconden, jongens. Oh, ik zag net iemand rennen. Maak ik nog een puntje? Ik denk het eigenlijk niet. 3, 2, 1. 1 en helaas. Okay. Yes! Pascal heeft gewonnen, ja. 27 punten. Maar ik krijg dus geen extra punten nu. Nee, want jij zat niet bij de top 50 helaas. Oké. En ik krijg dus niet die punten van die sneeuwballen. Nee, die dus dan moet je niet, nog hè? Een keer proberen. Ja, dus je moet echt het potje winnen, wil je de punten krijgen. En we gaan natuurlijk nog niet vertellen wat de prijzen zijn en hoeveel punten je nodig hebt voor zo'n prijs natuurlijk. Maar laten we dit gewoon opengooien voor iedereen. Want ik wil wel dat iedereen even een potje speelt. En in de tussentijd gaan wij dan de quiz doen. Is dat een leuk idee? Ja. Zeker. Okay. Ik ben zo terug. Oké, jullie kunnen meedoen in de livestream chat. Momenteel bijna 100 bezoekers. Ga lekker meedoen. Het zijn allemaal vragen die te maken hebben met natuurlijk de kerst. Ja, het kan ook eigenlijk niet anders. Zijn er al mensen een sneeuwballengevecht aan het doen? Ik laat nu mensen door. Ja, oké. Okay. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ze gaan nu al komen beginnen. Een hoop mensen. Oh. Kijk eens even. Zit hij al vol op 3 van... Zou ik een potje meedoen? Ja, gelijk meedoen. Gezellig. Moet je snel klikken. Potje. Ja, ik doe rechts. Ik zit erin. 9 oh yes, ik was de laatste. Ja, ik zag het. Ik zag het. Davinsto is het gevecht gejoined en Daan ook nog. Je bent echt de allerlaatste. En het sneeuwgevecht begint over een paar seconden. Hierna gaan we nog even wat leuks doen. Namelijk een race. Jullie hebben een paar afleveringen terug namelijk gezien dat wij een race gingen doen. En daar gaan we dan even naartoe lopen. Dan kunnen we ook nog even een beetje de kerstmap zien. En misschien nog even een warme chocomelk halen. Is ook aan te raden. Absoluut chocomelk in de server is perfect. Ik ben een kerstboom. Misschien in je inventory, Dit is het achter je. Helemaal nooit zo puntsel is. Yes. Mag ik weten hoeveel punten je hebt? 35. Echt, zeg je? Ja, of 34. 10 seconden. All the way. Nee. Oh, it's fine to wish to ride. Helemaal nooit zo puntsel. Jongens, hoeveel seconden nog? Ik denk dat ga ik winnen? 40 punten had ik. Ik ben 4e geworden. 40 punten. Waar kan ik nu mijn totale punten zien? Want ik heb nu 1 puntje, want ik sta in die top 5. En hoe krijg ik nou die totale punten te zien? / kerst.
En dan krijg je een minuutje. En dan als je slash kerstpunten typt, ja, dan staat er hoeveel punten je hebt. Oké, okay. Hey, kijk eens hoe gezellig, jongens. We gaan in ieder geval nu naar de race toe. We hebben namelijk een paar afleveringen terug hebben wij een race gedaan, maar eigenlijk met de crew only. Dus misschien is het heel leuk. En Daan, kan jij daar alvast naar heen gaan en dan even een lint spannen? Of met blokjes. We hebben hier Dinosaur, Xamplace, Eagle, Senno, Oké, Doei. En Casper en nog eentje. Ik kan het niet goed zien. Casper en Drumfief, denk ik. Denk ik, ja. Jongens, zijn we er klaar voor? Nogmaals, niet rennen en ook niet springen. Gaan ze het toch doen. Nou, als ze het gaan doen, heb ik de ster, hè? Want ja, daar, je weet wat er gebeurt als ik die ster gebruik. Och, dan ben je gedisqualificeerd. Dan ben je gedisqualificeerd. 3, 2, 1 en go! Daar gaan ze. En ze zijn allemaal niks. Oh, Casper Gaming, niet springen. Nee, ik zag het wel. Oh, Dinosaur, ook niet springen. Je wordt namelijk gedisqualificeerd. Ik zal nu nog niet zo heel streng zijn. En niet stiekem in die grot, want ik zie jullie nicknames. En ik zie wanneer er iemand springt. Coolio Boy ligt vooraan. Gevolgd door Drumfever met een prachtige Donald skin. We hebben natuurlijk ook, Casper Gaming heeft ook een hele leuke skin hoor. Met Stitch. En we zien Oké, Doei met een muisje. Het is eigenlijk een sneeuwmuisje. En oh jee. Casper Gaming was even in het gat gevallen, maar hij is nog steeds eerste. Oké, Doei haalt hem in. Het wordt hier even spannend. Wacht even hoor. Spannend. Ik moet even iemand... Nee. Ja, gaat het goed? Nee. Drumfever was net aan het springen. Oei. Helaas. Oh, je kikt hem. Nee, ik zou hem naar Span sturen. Dan moet je linkermuis doen met de star. Oké, Doei staat vooraan. Ja, want anders dat is zielig, hè. Je moet wel naar Span sturen. Oké, Doei. Oh jee, die staat vooraan. Oh, daar ging er nog één. Oké, spannend. Ze zijn hier in de ijsgrot. Oké, Doei ligt samen met Senno op kop. Ik kan er niet naar Span doen met deze. Oké, nou dan, als je de naam zegt... Dan doen we het zo. Ja, ik heb hem al gedaan. Doe het even op maat. Ja, slash Span kan ook. Senno heeft Oké, Doei ingehaald. Er kan nog van alles gebeuren, want daar zijn namelijk nog de palen die er ook voor zorgen dat het best wel ingewikkeld wordt. Wie gaat hem inhalen? Oké, Doei, kom op jongen. Je hebt het verdiend. Wat doet hij? Hij staat... hij stond even vast. Maar gaan we inhalen? Oké, doet ze de spring? Oei, je springt. Ja! Helaas. Senno is bezig. Hij gaat ervoor. En Senno heeft eigenlijk wel eerlijk gewonnen. En we gaan Senno eens eventjes 1000 coins geven. Alsjeblieft, je hebt totaal nu 13.955 coins. Nou, doneer dat maar aan mensen die het ook wel verdienen. Ik geef dan ook, geef ik ook gewoon even 500 coins, alsjeblieft. Ik vind, omdat hij net nieuw is in de server en toch wel zijn best heeft gedaan, vind ik ook wel, en op het einde sprong die pas. Dus op zich heeft hij het wel goed gedaan, hoor. Zullen we nog één keer doen? Waar is het strakke mooie lint van Jason? Zullen we nog één keer een raceje doen? Ja? Ja, is goed. Jason, waar is je lint? Ik ga een lint maken. Lint? Okay. Oh, Daan maakt de lint. Daan, ik vind het leuk dat je meedoet met de stream, maar je moet niet door het lint gaan. Alsjeblieft. Oh, sorry, ik zal het niet meer tijd. Doen. En Pascal, ja? Had jij niet last van lintworm? Pascal is een lintworm. Oh. Zo mensen, dit was dus de video slash livestream voor deze keer. 22 december, vergeet niet om de livestream te bekijken, want dan hebben wij een hele grote aankondiging. Iets wat we eigenlijk nog nooit eerder hebben gedaan. Nou ja, ooit een keer. Een kleine hint. En het is eigenlijk iets wat we eigenlijk nooit hebben verteld aan jullie. Dus echt een enorme verrassing. Houd het in de gaten. 22 december. Kom kijken naar de livestream op dit kanaal. En dan hoop ik jullie terug te zien. Laat vooral een duimpje achter voor deze video. En tot de volgende keer. Doei doeg. Hoi. Oh ja. Yeah.